En dan woonden wij, dat zal ik eens even laten zien, waar wij woonden, dat het achteraf bekeken eigenlijk allemaal heel dichtbij gebeurd is. Daar had je toen eens erg in. Alleen dat ons huis was, dat is de verkeerde brug, was, dat is die bewuste brug. Ja, de IJsselbrug. De IJsselbrug, ja. En daar is hij helemaal stuk gebombardeerd. Ja, kijk hier ook. Ja. En dan werd hij weer gemaakt en dan begonnen ze weer te bombarderen. Hè? Ja. Dit is Deventer, dit is, over de, dit is ook de brug. Ja. Over de IJssel. En daar liep Oost, heeft ook altijd nog een schipbrug gelegen. Maar die hebben die gebleven is er niet. Even kijken hoor. Deze man, ja. Die is, dat was een broer van een vriendin van mij. Die zijn opgekomen. Dat waren studenten van de, ik weet niet of je dat weet, van de, hoe heet het ook weer? Koloniale Landbouwschool had je in Deventer. Okay. En daar waren dat allemaal studenten van. Ja. En die, hij was een broer van Gerda, heette mijn vriendin. Ja, die is op het laatste tien, op het scheiden van de markt hoor. Ja. Hier lagen ze nog opgebaard. En, zij, ja. En die zijn gewoon omgekomen door, ja, door de Duitsers. Door de Duitsers? Ja, die, hebben, die zaten allemaal bijna in het verzet, die jongens hoor. Zo, dat is voetbalclub. Kijk, dit is het bejaardenhuis. Ja. Dat is gebombardeerd, waar 52 doden. Oké. Okay. En hoeveel mensen woonden daar in dat bejaardenhuis? Oh, dat weet ik niet. Omdat het 52... Veel hoor, want het was helemaal kapot. Dus het, wij zijn toen over die puin zijn wij moeten lopen om eruit te kunnen, om van weg te kunnen komen. Want dat lag weer aan de IJssel. Dus achteraf bekeken is dat heel dicht bij ons huis geweest. Jeez. Dat hebben wij nooit geweten hoor. Want ja, je zat in de schuilkelder, in onze eigen kelder. Er is man, en tussen de middag was het al luchtalarm geweest. Of de hele morgen eigenlijk al. En tussen de middag was het vrij. Dus wij gingen naar huis om te eten. En we waren nog geen 10 passen verder, gaat het luchtalarm weer. En toen zijn we gevlucht in een oud bisschoppelijk paleis in de Grote Overstraat. Ik vergeet nooit. En er, ging, er was, stond een kluis met de deur open. Dus wij dachten heel veilig in die kluis te gaan staan. Maar, ja, want toen kwam er een man naar ons toe. Toen zei hij eruit zitten. Ja. Als die deur dichtklapt, dan kun je er niet meer uit. Oh, ja, dan dacht je niet meer. Nee. En dan wordt gebombardeerd, zegt dat. Ze riep brillen af en mond open. Oh, zo dichtbij was het. Schuur. Het ging gewoon op je... Ja. Op je oorvliezen, ja. En dan vandaar die mond open. Ja, je moest je mond open doen en brillen af. Ja. Want wat zou er gebeuren met de brillen dan? Ja, nou, dat als er soms iets gebeurt, dat je bril stuk gaat en je glas in je ogen. Nu is het geen glas meer, maar toen was het allemaal gewoon glas. Ja, en ook door de druk. Door de luchtdruk. Het was gewoon luchtdruk. Ja, en luchtdruk op je oren. Zo moet je ook in je mond, als je in het vliegtuig zit, kan je beter ook je mond een stukje open doen. Ja. Als je er niet tegen kan. Maar het is... echt in die tijd, Nou, de Appelstraat, U had dan een schuilkelder? Nou, gewoon een kelder hadden wij in huis. Ik weet niet of je die huis wel kent. Die had gewoon een kelderraampje. Ja. En dan zo'n rooster voor de deur, weet je wel. En mijn vader had het helemaal laten stutten. Dat wij er langer in konden verblijven. Oh ja. We zijn er uiteindelijk toch weggegaan. Want er kwam zo laag water in de, het hele huis. Verzakte door dat zware afweergeschut wat bij ons stond, hè. Dus er stond, en toen zei hij ook, ja, je weet niet hoe lang of je er moet zitten. We waren met z'n zevenen. Hè? Kijk, als je weet dat je er 2 dagen moet zitten, dan zeg je, dan doe je dat niet. Je wist het niet, hè. En toen konden wij bij kennissen die diepe veen, konden wij toen onderdak krijgen. Oh, ja. Ja, hebben we in, dat was ook wat, die, hadden, die woonden aan het bos. En daar hadden de Duitsers 5 van die, ja, ik weet niet hoe ze die ding, kasematten, nee, kasematten waren boven de grond, geloof ik. Maar het was in de grond en dan hadden ze zo'n... zo'n, ja, zo'n ding waar ze de kanon doorheen konden steken. Loopgraven? Nee, daar geen loopgraven. Aparte, ja, maar wij hadden geen kelder in het huis. Dus die meneer die waar wij dan waren, die hadden 5 kinderen. Die zei, nou weet je wat, we pikken gewoon de eerste hierin. En die maken we in orde dat als er wat gebeurt, dat we daar naartoe kunnen. We hebben s'avonds nog geoefend. Met ieder moest wat doen natuurlijk. Hè. En ja, hij was hopman bij de padvinders geweest, dus hij kon dat goed organiseren ook. Hè. Dus wij gingen daar naartoe. En we zaten er in de eerste nacht verschrikkelijke kou geleden, joh, want het was april. Want wij zijn 10 april bevrijd na jullie hier in oktober. En die moesten bij ons een tankval maken. Daar waren ze mee bezig hoor. Daar hebben we heel wat hout gejat ook hoor, bij die Duitsers hoor. Want ja, we hadden geen gas, geen licht, niks meer. Op het laatst.
veel gestolen bij die Duitsers, want er was om 6 uur was er bij ons in de kerk een houthakkersmis, noemden ze dat, voor de mensen die daar moesten werken. Want daar moesten Nederlanders ook werken, hoor. Oh, ja, ja. En dan gingen wij voor die tijd al met de fiets van mijn vader, met 2 touwen over die dingen, en dan gingen we daar paaltjes. Als je nou eens, die werden met krammen vastgezet, maar als je nou maar 1 paaltje ertussenuit kon slaan, dan kon je hem zo pakken. Ja. Dus dat deden wij dan. En dat gebruikte je voor je kachel? Ja, we hadden niet anders. Nee, je had niet anders, ja. We hadden geen gas, geen licht, niks meer. Ja, dan word je vindingrijk, hè. We hebben bomen omgehakt, mijn zusje en ik. In het als ik het nou op de televisie zie, dan krijg ik het gewoon benauwd. Dan denk ik dat ik dat ooit gedurfd heb. Ja, hè? Ja, gek. Zulke dikke bomen, hoor, met zo'n zaag ieder aan een kant, weet je. Ja. En welke leeftijd was jij toen, Joke? Ja. Nou, tussen de 15 en de 20. Nou, dat kan je al helemaal goed weten nog, hè. Ja. Nou, toen woonden wij in Deventer. En weet je wat wij ook nog gehad hebben? 52 trekkers. Mensen die uit het westen kwamen om bij ons eten te halen. Oh, elke nacht 2. Dat ging via de kerk allemaal. Hè. Oh ja. Dan werd je opgeroepen of je dat wilde doen. Ja, nou, 2 meisjes of 2 vrouwen, dat mocht dan wel. Want wij waren met allemaal meiden thuis. Dus er kwam er geen jongens bij natuurlijk. Mm-hmm. Nee, maar ze moesten bij ons op kamer slapen. Ja, dus dan doe je dat niet. Hè. Nee. Nou, zo hebben we er 52 gehad. Zo. Ik heb een pleegbroertje gehad in de oorlog. Daar heb ik nog contact mee. Ga ik nog 6 jaar, daar ga ik nog steeds mee om. Geweldig. Ja, je woont in Spijkenissen. Geweldig. Ja. Ik zeg, och, dat is een Spitfire. Zo groot was het. Dat het vlak over de daken ging dat weg. En wij, toen het luchtalarm afgelopen was, naar buiten, ja, dan hoorde je dat al meteen, want dat ging als een lopend vuurtje om. Er was zo'n grote vliegend fort was er in het park terechtgekomen. 7 bemanningsleden zaten. We hebben ze gezien, die zaten zo, dood. Afschuwelijk, vreselijk. Ja. En eentje is er met, 4 waren er met een parachute eruit kunnen springen. En daar hebben ze er 1, die viel dood op een pleintje. Ja, je moet het je voor kunnen stellen. Dan liep de weg een beetje omhoog. En daar woonde mevrouw Hunink van de worstfabriek. Hmm. Weet je wel, van Anton Hunink, die woonde daar. En het huis heette ook Op de Heuvel. En daar in op dat pleintje viel die man zo plat dood op de straat. Hmm. En die hebben ze daar de hele dag laten liggen. En daar heeft een hele kring mensen uit Deventer rondom gestaan. Nou, je kon een speld horen vallen. En daar liep maar een Duitser op wacht. En dan hoorde je af en toe... Ach, wat zijn ze toch netjes met onze doden. Want ze hadden er gewoon een kartonnen doos overheen gelegd. Meer hoorde je niet, hoor. En dan was het weer even stil. En dan hoorde je weer van een andere kant weer iemand die wat zei, weet je wel. Ja, gosh, ja, dat weet ik ook nooit. Ik zie hem nog liggen, die man. Nog iets, eigenlijk 1. Kwamen Duitsers en die zeiden, ja, je moet niet daar in dat ding gaan zitten. En die, ja, hoe heet zo'n ding nou, weet je dat nog? Dat weet ik niet meer. Dat was gewoon een ingang, een trapje af. En dan was het gewoon zo'n ruimte. Ja. En dan zat er daar zo'n gat waar ze dan de kanon doorheen konden steken. Ja. Ik weet niet, was het nou een kazemat? Dat geloof ik niet, hoor. Ik dacht dat het dan erin dacht. Ik weet niet, durf niet te zeggen. Maar in ieder geval gingen wij... daar zaten wij dan en we hadden het ook nog plaats, want we hebben het ook nog verschrikkelijk gelachen, hoor. Want op een gegeven moment hadden we de eerste nacht zo koud gehad. En de tweede nacht had ons pa... Meneer Wiersma hadden allemaal bankjes gemaakt. Boomstukken en dan een plank erover. Maar ja, ga eens op zo'n plank en de hele nacht lichten, dat lukt niet. Hè? Dus dat was al lachen, eerder die er lag natuurlijk. Oh, ja. Maar de derde nacht hadden we het gevonden, hoor. Hij ging naar de boer die er vlakbij woonde. Hij ging stro halen. Oh, ja. Helemaal met stro gelegd. Oh, ja. En allemaal van die ouderwetse gestikte dekens, weet je wel. Ja. Eroverheen. Oh, ja. Nou, en toen lagen wij er. En ik vergeet het nooit. Mijn jongste zus, die kwam altijd uit de hoek om. Die zegt ineens, godzus, het lijkt wel het vrieshuis van Lindhorst. Want Lindhorst had ook een fabriek in Deventer. Oh ja, ja, ja. Ja, dat zat. Dus wij hebben verschrikkelijk gelachen. Oh god, ja. Maar we zijn er. Maar toen zeiden die Duitsers, die zeiden, je moet het niet doen. Want als de Engelsen komen, die gooien de handgranaten in. In die kelders. Oh, ja. Dus daar waren we eigenlijk wel blij om. Dus wij een laken gepakt. En met kolen, weet je wel. Kolen erop geschreven in het Engels. Ja. Ze vielen schuilkelder. Ja. Oh, ja. Hij zegt, dat moet je echt doen, hoor. Zegt het ik snap het. Ja. Ja. Ja, en dat wisten wij niet, hoor. Nee. Wij hadden daar rustig in blijven. Er is niks gebeurd verder, hoor. Nee. Want ze gingen allemaal van die eenmanspitjes graven. Dus wij dachten echt, nou wordt er gevochten vannacht. Ja.
Maar ze waren de andere morgen allemaal weg. Die hebben de school niet afgewacht. Nee. Ze hadden al een spa en op meneer Wiegersma hadden ze dan gevraagd hoe of ze het beste naar Duitsland konden komen. En ze zeiden spa, ja, dan je hier het pad af en dan ben je op de weg naar Zwolle. Nee, niet de grote weg, binnendoor. En toen heeft van spa ze naar Olst verwezen. Daar had je een klooster en die hebben heel veel voor onderduikers en later ook die Duitsers die gevlucht zijn, hebben ze heel veel voor gedaan. Ja. Dus die hebben we daarheen gestuurd. Ik zeg, dan krijg je wat kleren en dan kun je verder. Mooi. Ja, zo ging dat in die tijd, joh. Ja. En toen kwamen de jongetjes uit Diepeveen, want we zaten in Diepeveen. Oh, ja. En die kwamen dan, we zijn bevrijd. Ja. Ja. En welke datum was dat? 10 april. 10 april. Ja. 1954. Stil. Ja. We hadden de radio in de grond, onder de grond. En het kleed ging omhoog, het luikje ging open. En dan kwam de buurman aan de overkant, dat was een Jood. Naast ons een NSB'er. Aan die kant een Jood, een Duitser. En dat kwam allemaal Jood. En dat tolereerde elkaar allemaal. Okay, ja. Niemand heeft elkaar verraden. Nou, dat is mooi. Ja. Dat is leuk. Dat is dus die. Dat gaat dus over een man. En die woont in Wavel. En die heeft dus altijd die mensen vermaakt. En dan komt er een voor bij Rats. Ik had een heel mooi fietsje. Ik heb hem nu niet meer. De Duitsers hebben potverdomme mijn fiets afgenomen. Mijn mooie vongersfiets. Kug en bonen. Hij had een heel mooi fietsje. Hij heeft hem nu niet meer. De Duitsers hebben potverdomme hem zijn fietsje afgenomen. Zijn mooie vongersfiets. Dit is eigenlijk een liedje die hij heeft geschreven. Je mag dat meenemen. Okay. Ja, je mag het meenemen hoor. Dit heeft hij geschreven en dat hebben ze later uitgevoerd. Okay. Zijn ze gewoon spelen, voordracht gemaakt. Was dat na de oorlog? Dat is na de oorlog, ja. Hebben ze dat eigenlijk als een soort revue, hebben ze dat eigenlijk opgevoerd? Ja, als een revue. Ja, leuk. Ja. Maar het was wel een liedje. Het was op een bekende wijze. Ja, dan Kug, Rats en Bonen. Okay. Dus hier krijg je Kug. Ik zou niet weten hoe het dan... En dan de Rats. Rats, Kug en Bonen. Ja, dat kwam in de brievenbus of dat werd... het is ook leuk hier. Wat kan je zien? Even. Winterhulpcollecte. Oh. De huis aan huis winterhulpcollecte op zaterdag. Jongsleden, in Deventer hoor, bracht 516 gulden en 77 cent op. En 4 mark 87. Die heb ik uit zijn boek gehaald. Voor het ogenblik zijn wij tevreden. Wij kunnen gedurende de eerste weken weer veel mensen helpen. Wij danken de Deventernamen, kijk hoe sarcastisch zo. Wij danken de Deventerburgerij dat ze ook weer voor hun offers zijn. Bijzonder trof ons de gift van onze burgervader, burgemeester Wittewaal. Ja. Van hem mochten we een dubbeltje ontvangen. Oh. Wat sarcastisch. Ja, nou zeg. Het Nationaal Socialistische Volkszorg staat eronder. Van de heer Van Doornink ontvingen we niks. Deze filantroop heeft volgens zijn zeggen alleen aan het crisiscomité. Ja, dat vind ik allemaal leuke dingen. Ja. En hier, ja... Ik weet niet wat ik ermee moet. Hier heb ik heel het begin van de oorlog beschreven. Oh, geweldig. Zelf beschreven. Allemaal geschreven. Eigen dagboek. Ja. En dit zijn de bonnen. Oh ja. Alles was op de bonnen, hè? Ja. Maar hoe kwam je aan die bonnen, Joke? Die hield je over wel eens. Maar van wie, waar kwamen ze vandaan? Die moest je ophalen. Distributiekantoren. Ja, bij de distributiekantoren moest je ophalen, hoor. Die kreeg je niet, die moest je ophalen. Oh, maar toebedeeld. Mm-hmm. En met Pasen kregen we extra eieren en kaas. Maar op het laatst, toen het hier bevrijd was, toen kwamen er bijna bij ons geen bonnenlijstjes meer in de krant. Oh. Je moest maar zien dat je aan eten kwam. Ja. En toen heb je nog honger geleden? Nee, ja. We hebben geen honger geleden, maar heel eenzijdig. Hè? Ja, net wat ik bijvoorbeeld een hele week spersiebonen. Oh, ja. Want dan kreeg je bij een boer kreeg je een zak met spersiebonen. Ja, die moest je eten. Dus, ja. Ja. En dan van die namaakjus, weet je wel, van die nepjus ook. Dan geef je dit boekje ook mee, Joppe? Nou, eigenlijk niet. Dat zou ik niet doen, nee. Nee, dat wil ik niet meegeven, hoor, want ik heb... Dat kun je beter bewaren, de originele exemplaar kun je beter zelf. Kledij, wat lachen ze vrolijk, wat zijn ze blij.
Ze wuiven en zwaaien, wat hebben ze pret. Ons landje wordt feestelijk door de Tommies bezet. Hmm. Ja. Die kan je misschien met je telefoon Ja, het zou wel fijn zijn, ja, dat ik een paar kan fotograferen. Ja, op welke wijze het gezongen moet worden, ja. Ja, dat is wel extra handig. Yes. Dit hoort er ook nog bij, zie ik. Dat is nog extra compleet. Zie ik, wat schreef ik toen netjes, hè? Ja. Nou, keurig, hè. Nou niet meer, Joke. Wat? Nou niet meer. Ja, ja. Toen moest dat natuurlijk weer. Toen mocht het. Dit hoort erbij. En dit, nee, dit is weer een andere story. Air Force. Heb je dat toen allemaal bewaard? Dus ja, dat heb ik allemaal van begin af al bewaard, ja. En hen die vielen, als goede kinderen slapen zacht. Oh goed, ja, dat was nog over voor de mensen die machtig zijn in Rijksgebied. Kennen jullie dat? Dat liedje van vroeger? Nee. Want dat zijn allemaal liedjes, denk ik, uit Kun je zingen, zing daarmee. Vaarwel mijn dierbaar vaderland. Oh, dat is dat liedje uit Ottawa. Uit Ottawa. Is ook wel leuk. Koningin. Keer de reddingsboot wakkere jongens, dat ken ik. De melodie ken ik niet, maar de tekst is dit dan. Dat is van de koningin in Engeland. En het waren allemaal liedjes die eigenlijk zelf verzonnen werden. Ja, die kreeg je dan van die of geen. En ik zat bij Vrome Dreesman. En dan moesten we punten plakken, want er waren veel punten natuurlijk, maar op het laatst kreeg je er niks meer voor die punten. En dan zaten wij als de jongsten allemaal beneden in die andere lange tafel, zaten wij al die liedjes te zingen. Oh, ja. Ja, dat was leuk, joh. Ja. We hebben best wel rol gehad daar, hoor, in die tijd. Ja, dat had je ook nodig, wat ontspanning. Ja. Ja. Met al die spanning. Wij woonden in Deventer op zo'n kruispunt, hè, bijna op het kruispunt. En dan kwam er, waar ze vandaan kwamen, dat weet ik niet, een platte kar met een piano erop. Oh. En een accordeonist. En die gingen dan zomaar ergens staan. Nou. En dan wij aan het dansen, hè. Oh. We hebben het afgedanst, hoor. Alle mensen, kinderen. Kijk, dat zijn Hollandse liedjes en Engelse liedjes. Van, ja, het is jammer dat er geen tekst bij staat, hè. Want we hadden het kunnen... Ja, die kun je zo opzoeken op internet waarschijnlijk. Ja, op internet zijn ze op te zoeken natuurlijk, ja. Moet je daar een foto van maken. Ja. Wat je op internet ook op kan zoeken, er is een schoonzusje van mij, die heeft een boekje geschreven en het heet, ik dacht, te wachtschuren, weet ik niet precies, maar je zegt, oorlogsverhalen van Jenny van der Toren. Oké. En zij van meerdere boeken, zij schreef ook boeken voor mensen die les gaven aan buitenlanders, dus Jenny van der Toren is wel bekend. En het boekje heette? Ja, dat weet ik niet. Aan de achterkant staan de namen van de liedjes. Als dat mailtje nou dat doet, dan... Ja, dan moet ik even... Zal ik dadelijk even noteren. Ja. En we horen hier. Dat is eigenlijk een boel trom bewaard, hè? Maar u zong die liedjes ook met een koor, dus heeft een paar van die liedjes gezongen? Die hebben we met koor gezongen, ja. En ik vond het jammer dat ze die toen zo vlug zongen, dat zongen ze veel te vlug toen. Ja? Wat toen? Wat, heeft hij zelf geborduurd? Nee, dat heeft die soldaat geborduurd. Ja, die soldaat? Ja, dat was zijn wapen van het squadron. Ja, die mensen waren blij dat ze bij iemand... Dat werd ook gevraagd in de kerk, hè? Of je ze thuis wilde ontvangen. Want die mensen hingen daar de hele dag bij die school. En de s'avonds zag je ze allemaal lopen, hoor. Daar, die ging daarheen en die ging daarheen. Dat was leuk, hoor. Heb je hem? Ja, ik heb hem. En dit is van een parachute. Ik kan me nog goed herinneren dat dat was, hoor. Dat is nog een krant uit 1937. Ik ben een eeuw oud. Ja, er zijn nog prentjes die we bij de zusters kregen. Oh, dat was toen de koningin weer terug in Nederland was. Even kijken van de... Oh, dat is trouw. Oh, ja.
Oh, dat mag je niet, hè? Nee, dat was ook een erg goed kan, dat zie ik al. Ja. Trouw. Maar dat is van na de oorlog, hoor. Even kijken. Was dat de communisten? 8 augustus. Nee, was ik een protestante. Oh, dat is een protestante krant. Maar in de oorlog ging die het verzet in. En daardoor mochten wij nu lezen. Oproep aan het Nederlandse volk. Oh, dat was van. Oh, dat is nog zo'n briefje van die communistische partij. Dat ik vertelde dat die man. Ja. Ja. A sentimental journey. Mijn dochter zingt mee in die jazzliedjes. Ja. Bij Onkel Jan. Weet je wel, te ging dit tegen de dat was juffrouw Tromp. Wij waren heel gescheiden, de meisjes ja. En de jongens. Dus haar man heeft bij de juffrouw Tromp gezeten. Ja, allemaal gewoon met eigen hand geschreven. Hij is allemaal met eigen hand geschreven. En toen ligt hij ook, hè? Ja. Leuk, hè? Nou, Joke, ontzettend bedankt voor al die graag mooie gedaan. Verhalen. Ik zie je maandag weer. Ja, maandag koor. Je toch wel, hè? En veel succes jij met je. Koos en verschillende mensen. Ja, de mensen hebben natuurlijk allemaal verschillend meegemaakt. Ja, klopt. Maar wat wel. Van Arnhem komt is nog heel erg geweest. Ja, maar wat wel grappig is, dat wel iedereen dezelfde liedjes weer kent. Ja. Dus dat is ja, wel. Maar dat was algemeen. Die liedjes waren wel algemeen. Ja. Just like you always do.